ben Kel, 19 jaar. Ik kom uit Dordrecht, maak poëtische hip-hop. Schrijf al sinds mijn 12e. Ben op mijn 16e begonnen met rappen, zodoende. Anderhalf maand geleden heb ik in Dordrecht opgetreden. Bij de Rise of Hip-Hop in Dordrecht. En dat was gewoon een korte stukje van het hele filmpje wat opgenomen is, zeg maar. Simpel. Voor zover ik het weet heb ik denk ik 2 nummers op YouTube staan. That's it. Ik heb niet echt iets uitgebracht waardoor je mij zou moeten kennen. Of wat dan ook. Maar dat gaat snel gebeuren. Komt wel goed. Ik ben met een EP bezig, samen met mijn producer, DJ Jay Dishes. De titel is Voor Altijd. Het gaat over dagelijkse dingen in het leven. Ik probeer het op een poëtische manier over te brengen. Daaronder veel melodische beats, waar je echt veel musicaliteit in terug gaat horen. En dat is het eigenlijk. Het is altijd ook Kel en Jay Dishes geweest. En hij maakt eigenlijk alle beats waar ik op rap. Hij is ook dus mijn DJ op onstage. We vullen elkaar gewoon aan en we weten precies wat we aan elkaar hebben en wat niet. Ik werk wel met wat andere mensen samen, maar de vaste projecten zijn meestal wel met Jay Dishes. Ik vind wel dat Dordrecht echt veel talent heeft, maar het moet nog naar buiten komen, zeg maar. Voor mij is er al één iemand die al best wel verder is en dat is Case Flux. En Riskanden. Weet je, maar ik vind wel dat er veel meer naar buiten moet komen vanuit Dordrecht. Daar gaan wij nu gewoon voor zorgen. Brandwerk, Jay Dishes, Seven Shoes. Zijn er echt genoeg die gewoon goede muziek maken en ook gewoon representen voor Dordrecht. Dus, zodoende. Hoe ik de line-up heb bekeken is dat er veel hip-hop, maar echt straight hip-hop, gewoon oldschool hip-hop en gewoon echt dat boom-bap. Wat ik gewoon met Jay Dishes breng is gewoon veel meer naar de poëtische kant. En het is ook meer feel-good music, weet je. Als je bij een optreden van mij bent, dan is het gewoon de bedoeling dat je je goed voelt, weet je. Het is gewoon dat iedereen gewoon meegroeft met de beats en gewoon goed luistert naar mijn teksten. En ik denk wel dat dat een toegevoegde waarde heeft. Ik vind ook wel dat ik, als ik een stap naar voren zet voor Dordrecht, dat dat een goede stap is voor Dordrecht. Ook een goede stap in de goede richting. Omdat ik wel vind dat ik datgene wat ik maak wel een goede beeld van Dordrecht kan geven. En dat het ook echt een goede voorbeeld is van iets goed wat je kan creëren met muziek, met mijn stem, met beats. Dat is het dus gewoon. Ik denk dat datgene wat ik maak vrij weinig gemaakt wordt in Dordrecht, maar dat dat ook mis in de hip-hop scene zelf. Ik kan daar echt mee aanvullen. Kan ik al beginnen? Oké. Ja. Luister dan. Yo. Dan props voor degene die nu achter me staat. Ik noem zijn naam Jay Dishes. Props voor degene met de kop. Want anders zet ik een stop. En alles gaat nu op slot. Maar genoeg gezegd. Props voor al die mannen die me het gunnen. Dus props die ik krijg gaan naar jullie. Dus we kunnen het. Liefde genoeg, dus we vullen het. Aantrekkingskracht is de motto voor het samenwerken. Props voor alle die het vooral willen aanscherpen. Het mag dus wie het toepast. Is een streepje voor, heb ik mijn strepen gepakt. Ik ben verzekerd van de flow waar de zinnen liever wonen. Dus voor nu betaal die huur zodat mijn woorden kunnen komen. Props voor een ieder binnen. Uniek zie jullie beiden, dat niemand kan nu verliezen. Zit nu in een fase waar we later over praten. Zo van weet je nog van toen. Ja, dat waren mooie jaren. Slim als een slimmerik, dicht als een limmerik. En het gaat hard, ik noem het liever een rikke tik. Props voor de mensen in de zaal. Ja, wat een warme onthaal. Ze gooien de handen op. Hosee, einde verhaal. Check het uit, maak een keus, neem de stap, doe je ding. En je krijgt props zolang het maar verder goed ging. Woorden gezegd, ze zeiden rap is je roeping. En arrogantie die kwam, ja ik ben er goed in. Dus props voor mezelf, dus props voor mijn broer, yeah. Dus props voor mijn broer, yeah. En props voor mijn broer, yeah. Ja man, go.